het is heel indrukwekkend, maar ook wel heel leuk. Want je zit op een parcours, dus je hebt zo niet het gevaar van kinderen of mensen. Dus dat is, ja, het was echt wel heel leuk en heel leerrijk eigenlijk. Ja, elke hindernis toch anders is om te ontwijken. Ook elk moment is anders. Je kunt dezelfde hindernis hebben, maar op 20.000 verschillende manieren eigenlijk. Oui, bah donc c'est quand même assez impressionnant comme expérience. Donc, moi je roule déjà pas hyper vite de base, mais ça remet quand même les idées en place. On voit qu'on perd assez vite le contrôle de son véhicule. Et ça calme un petit peu sur la conduite. Et en même temps, ça permet d'avoir de meilleures aptitudes pour si jamais un jour il faut pouvoir réagir. Tout le monde, tous les chauffeurs devraient être sensibilisés à ça et dès le plus jeune âge, à tout niveau, pour les assurances, pour les employeurs, pour les mutuelles. Tout le monde devrait trouver un intérêt derrière cette initiative. Ja, ik heb vooral leren anticiperen bij de obstakels. Blijkbaar doen we het allemaal fout. En heb ja, echt geleerd van niet uw rem gebruiken, maar je ontkoppelen en dan bijsturen. Vooral heel snel kunnen bijsturen. Ik ga die cursus zeker aan iedereen aanbevelen. Het is zeker een aanrader. Vooral, je leert anticiperen. En hopelijk heb je het nooit nodig, maar indien dat je het nodig hebt, leer je echt hoe je moet, vooral je rem niet gebruiken, maar hoe dat je moet ontwijken, ontkoppelen. En dat je mooi op de plaats komt en vooral dat je niks raakt. Dat heb ik hier vooral geleerd.